als je de foto's ziet, is het al indrukwekkend. Maar de beelden laten nog beter zien wat een werk het was. Dit is Dirk de Boer, een kantoormedewerker uit Noord-Holland. In de jaren 40 gaat hij naar Urk om daar te werken aan de bouw van gemaal Vissering. Hij neemt een filmcamera mee en legt het dagelijks leven in het vissersdorp vast. Het zijn unieke beelden van Urk in oorlogstijd. Jarenlang lagen de filmblikken op zolder. Nu, na 80 jaar, is de film voor het eerst te zien. Dit is gemaal Vissering op Urk. Mijn werkzame leven heb ik bijna helemaal hier gedaan. Ik heb wel gezegd, ik ben en met de vrouw getrouwd en met het gemaal hier. In Polen die staat, of valt natuurlijk met de gratie van de dijken en gemaal. Dit is enorm belangrijk. Het is een van de eerste gebouwen eigenlijk in de polder die dan later droog is gevallen. Van huis uit gingen 600 kuub per minuut door, per pomp. En we hebben later een capaciteitsvergroting gehad, zodat we nu op 800 kuub zitten per pomp per minuut. Het is een van de drie gemalen die de Noordoostpolder droog houdt. Gemaal Vissering op Urk. Het is de schakel tussen land en water en inmiddels een icoon van 80 jaar oud. Het prille begin van de bouw van dit gemaal is in detail vastgelegd op film. Ik was al een beetje opgewonden toen ik hoorde dat filmblikken gevonden waren, maar dit overtreft de fantasie. Geweldig om te zien hoe alles een soort geoliede machine is met verschrikkelijk veel mensen, maar tegelijkertijd ook al behoorlijk gemechaniseerd. Het is een monsterklus, want voordat de bouw van het gemaal begon is er al veel werk verzet. Vanuit Lemmer is een dijk naar Urk gelegd. Ten zuiden van Urk gaat deze dijk verder richting Overijssel, maar met een toevoeging. Een zogenoemde ringdijk. In deze cirkel moet uiteindelijk het nieuwe gemaal gebouwd worden. Die bouwput, ja, die is 10 meter lager dan de bovenkant van die dijk. Dus daar zit ongeveer van het waterpeil 6 meter verschil tussen. Dus dat is een enorme kweldruk onder de dijk door. Dus dan begin je met bronbemaling. Dus er stonden een aantal pompen die continu moesten draaien om die put leeg te houden. Nou, vervolgens hebben ze palen geslagen, stijgers gebouwd, kranen, eiblokken geplaatst, directieketen, zelfs werkplaatsen zijn er geplaatst. De bouwplaats in de ringdijk is klaar. Niks lijkt de constructie van het gemaal in de weg te zitten. Het is zwaar werk, veel water dat tegen de dijk drukt, maar alles lijkt voor de wind te gaan. Tot plots. Vertraging in poldering bij Urk. Er was heel veel kwellenwasser. Per dag moesten ze wegpompen. 50.000 kuub kwelwater liep er in die put. En toen brak er op een gegeven moment brand uit in december 1939. En toen verbrandden twee bronbemalingspompen. Zodat toen heel die put is volgelopen. Ze hebben toen alles weer, ook tegenslag van die winter van 1939-40. Dat was een hele strenge winter, waardoor we dus ook niets konden doen. En toen in juli 1940 hebben ze het weer op kunnen pakken. Dat we wel 4 maanden achterop liepen met het bouwen daarvan. De bouw wordt hervat. Vol goede moed gaan de arbeiders verder met het zware werk. Geweldig hoe ze toen met relatief beperkte middelen, als je het vergelijkt met nu, zulke goede ontwerpen konden maken. Beperkte middelen, maar alle techniek uit die tijd werd gebruikt. Met name de aanvoer van de materialen. Dat was allemaal zand en prut en over een dijk. Dus daar hebben ze een smalspoor aangelegd. Dus dat is eigenlijk een mini-railsysteem. Daar over de strekdam. En daar zaten kiepwagens op.
Nou, nooit eerder gezien op foto's, maar wel veel verhalen gehoord van die kiepwagens, dat die Urker jeugd ermee speelde. Maar er werden zelfs machines, de grote machines werden zelfs over dat smalspoor naartoe gebracht. Nou, ja, je ziet de stoomketels, van die stoommachine die voor het gemaal gebouwd is tijdelijk. Nou, daar zijn, ja, er zijn grote stoomketels met pijpen, daar hebben ze stoom onder hoge druk richting een gemaal om die stoommachines aan te drijven en te pompen. Ook via dat smalspoor gedaan. Ja, kijk, treintjes. Deels een beetje geholpen met techniek, maar toch ook wel heel veel handwerk en noeste arbeid. Is ook een partij keileem aangevoerd. Mag enige naam hebben. Hier zijn de doos met de bewapeningstekeningen. Allerlei blauwdrukken. Die ze vroeger dus ook al lieten zien. Dit is een kopie van vele tekeningen. Maar deze is van, nou ja, van 1940. Nou, hier zie je dus de bovenkant bovenaan zich van Gemaal Vissering. De tekening van waar komen de motoren te staan. Als je de gemaal bouwt vanaf de vloer, vanaf beneden, ja, dan zie je alleen maar betonnen blokken en geen idee wat het is. En hier staat precies op wat het is. Maar je ziet heel duidelijk dat er dus het staalwerk erin zit. Nou, je hebt nu betonijzer. Dat zijn staven met allerlei kleine ribbeltjes. Dat hadden ze dus toen nog niet. Dus toen gingen ze dus gladde ijzer in elkaar vlechten. Dus daar komt ook betonvlechter het woord vandaan. Want heden de dagen zitten ze niet aan betonvlechten. Maar vroeger, als het echt vlechten, ze dat hele betonijzer in elkaar. Dat zie je duidelijk in de beeld. Je ziet ook die mooie krullen. Dat haakten ze weer in elkaar. Nou, allemaal handwerk. Nou, dat is in de modder, in de prut, in de kou, in de winter. Ja, dat zijn Siberische omstandigheden. Dan komt er een kist omheen, de bekisting, en die wordt dan vol beton gegoten. En ja, volgens de tekeningen weten ze dan precies waar en wanneer, waar komt de motor, waar komt de pompgat, waar komen de persgangen en waar de zuiggangen. Ja, dat is een hele puzzel natuurlijk, om dat in elkaar te krijgen. En al die mensen die daar liepen, die zitten in de barakken, zie je dus de directie zitten. Die zaten allemaal met de tekeningen en die gingen dan de modder in om te zeggen waar de bekisting getimmerd moest worden. Ja, je kunt nog zo mooi op papier zetten hoe het beton in zijn eindoplossing uit moet komen te zien. Maar het is natuurlijk wel een kunst om daar de houten bekisting wel helemaal goed op te maken. Jeetje, zwaar werk. Als je ziet hoe dat nu gaat, het is toch wel een enorm verschil. En van het werk dat Dirk de Boer 80 jaar geleden heeft vastgelegd, zijn de kleine details in de kelder van het gemaal tot op de dag van vandaag nog te zien. Hier zien we ook de afdrukken van de planken van de bekisting in de beton nog. En dat werd dan niet zoals nu met platen gedaan, maar hier echt met allemaal planken en die naden zie je er overal zie je die terugkomen en nog in het gemaal in het betonwerk. En dat was ook de bekisting werd gemaakt allemaal door mensen met de hand allemaal. En machines waren er eigenlijk helemaal niet voor dat werk toen de tijd. En dan gaat het hard. Het beton is droog. De ijzeren constructie van het gebouw staat.
Er wordt hard gewerkt door de vele arbeiders die van het vasteland afkwamen. Je zat echt op een eiland. En je kon ook niet even zeggen, ik ga terug naar de vaste wal. Want de dijken, ja, daar waren ze nog mee bezig. Die waren in vol bedrijf. Daar mocht je niet zomaar overheen. De opzichters die woonden natuurlijk prachtig in mooie nieuwe huizen. Ze hebben allereerst de woningen neergezet. Dat zie je ook in de beelden. Dus dat, ja, ik zou denken, je bouwt eerst een gemaal. Maar nee, eerst directiewoningen. Dus die zaten allemaal goed onder dak, met gezinnetjes mee. En ja, en dan waren er ook nog keten en daar zaten dan de werknemers in. En op Urk stonden wat bouwketen waar mensen in bivakkeerden. Naast het werken woonde je dus ook praktisch op de bouwplaats. Dus ook je vrije tijd bracht je daardoor. Prachtig mooi weer. En je ziet het ook, eigenlijk is het nog exact hetzelfde. En ik heb hier vroeger zelf ook vaak genoeg gezwommen. Het is even lastig klauteren over de stenen, maar je kan hier perfect zonnen en ideaal. En dat zie je dus ook, ja, ter ontspanning is dat toch wel even nodig. Genoeg gezwommen, afdrogen en weer verder met het werk. Er is nog genoeg te doen. Het gebouw staat er, nu de binnenkant. De motoren voor de pompen. Er staan drie motoren in. En in de tijd was het dus de bedoeling in 1942 om dus het gemaal dus met drie dieselmotoren af te leveren. Dit lukte niet door de brandstofproblemen die we hadden in de tijd van de oorlog, maar doordat er eerst twee stoommachines in zijn gekomen. Nou, na de oorlog zijn die twee stoommachines er direct uitgesloopt en er zijn toen de originele dieselmotoren zijn er toen ingezet. De stoommachines was een noodgreep. Klaar voor de nieuwe techniek en dan toch noodgedwongen een stapje terug. Dat was niet het enige spannende moment voor het gemaal. Door dreiging van oorlog werd het sowieso erg moeilijk om onderdelen te vinden. Zoals grote tandwielkasten, die worden gemaakt in Duitsland. Toen waren ze ook bang dat ze die niet op tijd hier kregen door de oorlog. En hebben ze dus proberen, en dat is ook gelukt, om er wat haast in te maken om ze zo snel mogelijk hier naartoe te laten komen. En dat is ook gelukt. Voor de oorlog op het hoogtepunt kwam, had Urk alle materialen al binnen. De bouwwerkzaamheden konden verder gaan. En die tandwielen, die gaan lang mee. We hebben een paar vernieuwd, maar er zijn er nog. Die draaien nog steeds. Fundering, beton, ijzer en motoren. Het gemaal in de ringdijk is zo goed als klaar. Op één ding na. De kracht van het water zou de bodem rondom het gemaal compleet verwoesten. Dat gemaal dat stroomt enorm natuurlijk. Die waterstromen, daar voert alles mee. En wat doen ze dan? Dan leggen ze dus die rijswerkers die bouwen van die wilgenmatten op de bodem. En daarop komen allemaal stenen, losse stenen. En dan bouwen ze met stenen heel netjes, dat is nu niet te zien, maar heel netjes het stortenbed, zoals we dat noemen. En daar stroomt het water overheen en dan kan er geen zand mee nemen. Dus dat beschermt dan de bodem hier. Ja, het is nu niet te zien. Maar ja, voor mij nog nooit gezien. En nu zag ik één keer op beeld dat keurige, dat stortenbed, hoe netjes dat zit. Het is echt een prachtig mooi werk geweest onder water, wat je niet meer terug ziet. De beschermlaag van de bodem bestaat dus uit takken en stenen. Zo simpel kan het soms zijn. Bij gemaal Buma in Rutte, in de buurt van Lemmer, is dit al gedaan. Het gemaal daar is al in bedrijf. Op een koude winterdag ergens eind 1940 of begin 1941 brengt Dirk de Boer met zijn camera een bezoek aan gemaal Buma. Hij legt daar een bijzonder tafereel vast. Dat is toch wel uniek te noemen, dat je polderwater uit de sluis ziet stromen richting IJsselmeer. Dat het dus de polderwater hoger staat dan het IJsselmeer. Toen de dijk dwars door het IJsselmeer naar Urk en het vasteland was aangelegd, stond aan beide kanten water. Gemaal Buma moest pompen om het water uit de polder naar het IJsselmeer te krijgen. In de winter van 40-41 gebeurde iets bijzonders. Het waterpeil van het IJsselmeer werd verlaagd. Het water uit de polder hoefde niet weggepompt te worden. Zonder hulp van het gemaal stroomde het water al uit de polder. En ook de deuren van de sluis gaan open. Ja,
Ja, dat is natuurlijk zo mooi, hè? Dat water wat dan zo heel mooi uitstroomt. Ja, want dat hebben we ook wel gezien, dat zowel de in- als de uitstroom fantastisch ontworpen zijn. En eerlijk gezegd vind ik dat ook bijna kunst, hoor. Als je ziet hoe mooi dat gedaan is. Ingenieurskunst noem ik het ook wel. Ja, dat zijn unieke beelden. En ja, we hebben dus in de naslagwerken gekeken. En daar blijkt dus van ongeveer een 2,5 maand te hebben geduurd dat er 17 centimeter waterverschil tussen polder en IJsselmeer zat. Ja, de polder hoger. Van Rutten weer terug naar Urk. Inmiddels is daar de bouw van gemaal Vissering afgerond. Vanuit de Noordoostpolder is de Urkervaart aangelegd. Een baggerschip maakt de doorgang wat dieper. Voor de arbeiders in de bouwput is het tijd om werktuigen op te ruimen. De dijk moest weer, daar moest gras overheen, dus dat zijn allemaal, dat moet allemaal in hersteld worden. En ja, dat railsysteem, dat was overbodig. Dus ja, wat moeten ze daarmee? Dus dat is honderden meters van de smalspoor. En toen was er dus kennelijk een slimme ondernemer hier binnen Urk, die dus de meters heeft opgekocht en iets slims heeft meegedaan. Dus een soort hergebruik van materialen. En dat hergebruik is op een hoop plekken in het oude dorp terug te vinden. Die slimme ondernemer die heeft dus hekjes gemaakt. En voor de hekwerken gebruikt hij staanders. En dat zijn deze railtjes. Dus het van het smalspoor kom je hier prachtig mooi weer tegen. Overal in het oude dorp. In wijk 3, in wijk 4, in wijk 7. Overal kom je deze rails tegen. Ja, wel bijzonder natuurlijk. Ik heb het altijd wel gezien. Van ik wist het. Maar dat dringt dan niet tot je door. Tot je echt die beelden ziet van... wacht even, die railtjes komen toch hier uit de buurt. En ook uit een ver verleden met een bestaan van wat we velen van niet wisten. Met die werk en dat is helemaal voorbij. Gebouw staat er. En wij denken dat het zo normaal is. Ja, dat is het dus niet. 4 jaar lang is er hard gewerkt aan gemaal Vissering. En nu, 80 jaar later, werkt het nog steeds. En is het een bouwproject dat nooit stilstaat. Want nog steeds wordt er aan het gemaal gesleuteld om met de tijd mee te gaan. Van stoomgemaal in de jaren 40 wordt het nu een elektrische pomp. De ingenieurskunst heeft gemaakt dat we hier kunnen zijn in Flevoland. Maar je ziet hier ook dat de kunst van alle harde werkers ook evenzeer belangrijk is. Hier zie je echt de ingenieurskunst en de kunst van alle vakmannen komen samen. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. We hebben nu mooie technieken en dan hebben we de smartphone en ook bijzondere technieken natuurlijk. Maar qua grootsheid, dan is het niet meer te vergelijken. Letterlijk en figuurlijk. Een groots gemaal dat nog iedere dag pompt en iedere dag strijdt tegen het water. En dat sinds 2 november 1942. Toen de pompen aangingen, was de Noordoostpolder al drooggevallen. Gemaal Vissering zorgt ervoor dat dat nog steeds zo blijft. Een klus die zijn weerga niet kent. En allemaal vastgelegd door Dirk de Boer met zijn camera.